Oké, jongens, momenteel regent het echt teringhard in Noord-Brabant. Op het moment hebben wij echt hagelstenen die zo groot zijn. En je wordt er helemaal gek van. Het bliksemt nu ook. Heel misschien hoor je dat in de video. Denk het eigenlijk niet. Maar als je het hoort, dan weet je waar het vandaan komt. Ik heb ook voor het overtollige water heb ik... voor het overtollige water heb ik doekjes. Ja, waar anders voor, hè? Maar nu aflevering van Rood Eredivisie. Maar omdat we dus coins nodig hebben, gaan wij eerst eens, omdat er een striker Ronaldo is en dus ook nog steeds de Classic Heroes in pack zijn, gaan we even wat pakjes openen voor misschien die kans op een goede kaart. Niet dat je ooit iets goeds krijgt, maar je kan het natuurlijk al proberen. Ik bedoel, we hebben een aantal pakketjes waarin we een goede kaart kunnen krijgen. Eerst krijgen we hier met Harry Kane als beste speler. Het is de CDM, het is Georgiev. Nou, daar gaan we allemaal discarden. Daar krijgen we 700 coins bij. Is meer dan niks. Waarschijnlijk kunnen we aan het einde van deze pakkettenserie een nieuw team maken. Want we moeten dus nog een hele hoop teams maken. Dat gaan we ook doen. We zitten nu in divisie 1. Die coins moeten we dus gebruiken in de allerhoogste divisie. Nota bene om daar verder te komen. Momenteel krijgen we echt heel erg zijn kaarten. Daar hebben we natuurlijk helemaal niks aan. Het derde pakketje waarbij Sergio Aguero ooit tegen mij zei: uit dit pack kan je een goede speler krijgen. En ik weet niet of hij gelijk heeft. We gaan het zien. We krijgen... iemand die eerst blauw was, een week of 7 geleden. Het is Lopez. Je probeert er een stokje voor te steken dat ik spits Ronaldo wil hebben. Want natuurlijk wil iedereen spits Ronaldo hebben. Maar niet iedereen is goed genoeg om daarvoor een aanmerking te komen. En wij krijgen Sanchez. Het is wel een rare gold. Nog 10 packs te gaan. Bij dit Griezmann kunnen wij... bij dit Griezmann, dat is heel erg goed genederlands, krijgen wij geen rare speler. We krijgen Fontas. Lijkt op Fonte. We smijden er normaal eens een keer 150 FIFA points tegenaan. In de hoop dat we nu wel een goede speler krijgen. En we krijgen Eder. Eder. Daar heb ik helemaal niks aan. Misschien had ik tegen de verkeerde Aguero gezegd dat ik een goede speler Duits zou krijgen. Dus misschien bij deze. En we krijgen nu... Babaina. Lionel Messi. Laat het maar eens zien. We krijgen... Valdes. We hebben problemen met de winkel. Probeer het alsjeblieft opnieuw. Nou, dan ga ik gewoon proberen, jee. En dit keer lukt het. Oh mijn god. Klaasie. Ik heb een keer in de livestream... mijn long uit mijn lijf geschreeuwd toen ik Klaasie kreeg. Nu krijgen we wel Griezmann. En dat is eigenlijk helemaal niet slecht. Daar moet ik eerlijk bekennen dat ik daar niet verdrietig van ben dat ik Griezmann heb gekregen. Want hoe duur is die man? De goedkoopste Griezmann is 8300 muntjes. Dus daar ben ik totaal niet rouwig om. Dat is echt een prima speler die ik uit deze pakjes krijg. Bamba is ook 700 muntjes. Ik bedoel, het is meer dan hem voor te discarden. Dus we gaan het gewoon proberen. Zo, 600 muntjes erop en het is meer dan niks. En Griezmann is er weer verkocht. We hebben 40k nu. Dus dat is op zich chill. Daar kunnen we flink wat van bouwen. Dat vind ik heel fijn. Lionel Messi geeft er daarna ook meteen een inform. Nee, het is Ryu. Oh my god. We krijgen spits. Het is Gonas. Oké, het één na laatste pakketje. Wat krijgen we uit het één na laatste pakketje? We krijgen Center met Tirares. We krijgen Fernandinho. Oké, en dan is nu ons geluk voorbij. Want we krijgen Ekdal. En 2 zilvers. Zoals ik zei, we zitten in divisie 1. Helemaal niks mis mee. En daar moeten we dus een nieuw team gaan maken. Dus daarom ga ik eerst even een team maken die iets lager rated is. In de hoop dat we dus die wedstrijd gaan winnen. Maar in divisie 1 mocht dat heel lastig. Oké, jongens, we gaan Excelsior maken. Ik weet niet of dit heel slim is. We gaan er vanzelf achter komen of we in divisie 1 met dit team kunnen winnen. Ja, ik ben heel benieuwd, moet ik eerlijk zeggen. Van Excelsior heb ik eigenlijk alleen Courto. Die kunnen we dan meteen in het clubje toevoegen. En we gaan de rest maar eens kopen. En kijken wat we ervan kunnen brouwen. Als eerste hebben we natuurlijk Ridder Tommy in de spits. 66 pace, 69 shooting. Dan hebben we hier waarschijnlijk wel de man van wie het voor grotendeels moet komen. Hasselbaink, 90 pace, 61 shooting, 73 physicality. We gaan kijken of we met deze man, samen met Tom van Weert, wat schade kunnen aanrichten in divisie 1. Aan pace heb ik in ieder geval geen gebrek. Van Michem is wel een linksvoor. Dus ik heb dan 2 linksvoors en de enige natuurlijk op rechtsvoor. Want chemistry boeit toch geen hol in FIFA. Niet voor haar, maar voor hemmen. De volgende tegenstander die tegen mij komt gaat zich echt in zijn broek scheiden wanneer we spelers als Stans in het team hebben. Awassar, 450 coins, 82 physical. Op zich een prima speler om op het middenveld te hebben. Gelukkig zijn hier alle spelers die het gepricefixed. Dat vind ik al echt een heel verschil van dat ik daar in één keer weer spelers voor 5k moest kopen. Aan keepers hebben we in ieder geval geen gebrek. We hebben er 4 stuks van. We gaan het met dit team dan doen. Kijken of iedereen qua fitness in orde is. Deze heeft maar 1 contract. Dat gaan we daar even veranderen. En we gaan er een potje mee spelen in divisie 1. Jullie zien vanzelf wie de tegenstander is. Dus ik check jullie daar. Dit is sowieso een fout geweest. We moeten tegen dit team een prima BPL team. Ja, hier word ik heel vrolijk van. Hier kan ik geen nee tegen zeggen. Het is een superleuk team. De camera stelde heel eventjes niet scherp. Maar dat is weer helemaal klaar. Jack Hayden gaat zich de bal uit zijn broek lachen. En daar kan ik niks tegen zeggen, want Stans gaat nu voor Tom van Weert. Tom probeert paas en dan weer vervolgens naar Stans. En Stans maakt het maar af. En Stans maakt het verrassend, maar waar, af in de tweede minuut. Echt met een fenomenale bal. Stans, die paas was enigszins goed. En nu gaan we door met Bruins. Bruins is jammer genoeg niet de snelste. Stel nou zoals Hasselbaink. Van Michum neemt de bal aan alsof het een pakje boter is. En hij glipt dus uit zijn beentjes. Daar word ik helemaal niet vrolijk van. Ja, daar gaat hij. Stans. Hij komt er opnieuw. Gaat hij nog een keer scoren? Ik bedoel, je weet het maar nooit. En daar loopt iemand helemaal vrij. Knallen, Wally. Michum. Nee, Van Michum. Het scheelde helemaal niks. Oké, Van Michum. Van Michum, doe je dribbles. Dat doet hij. Hij doet een dansje. En daar. Oh nee, die moest naar Stans. Dat vind ik vervelend. Nu direct dan. Direct. Holy shit. We staan 2-0 voor tegen deze man. Ik denk dat het de Poolse skeer van Stans is. Zo'n opskeer die het gewoon voor hem doet. 2 goals. Echt binnen een mum van tijd. Ik weet niet wat deze man gaat denken. Hasselbaink. Hasselbaink. 73 physicality. Tom van Weert is dan niet zo snel, maar die kan hem weer terugpassen naar Hasselbaink. En die is wel snel. Die kan rennen. Die heeft physicality. Kom maar op. Hij weet niet wat hem overkomt. Fake shotje. En knallen, Wally. Het is een Jan in Divisie 1. Je zou zeggen dat de 10e divisie is, maar Hasselbaink haalt hem gewoon helemaal uit elkaar. En zo staat het 3-0. Oké, Bruins loopt met de bal. Daar loopt Hasselbaink helemaal vrij. Hasselbaink kreeg een paas op het van Iniesta was. En zo staat het 4-0 binnen 1 helft. Het is echt gekte. Ik weet niet wat er aan de hand is. Volgens mij heb ik Pele in mijn team. Maar het is een heerlijke score. En gaat hij nu race quitten? Heden XC gaat daarmee stoppen. Hij houdt ermee op. Hij houdt ermee op. Hasselbaink, man van de wedstrijd. Dik verdiend. Deze man had helemaal niks in te brengen. We zijn bij onze eerste game echt enorm onverwacht gewonnen. Oké, we gaan naar een potje met het hoofd doen, maar niet voordat ik deze man nog even heb gekocht. In de tussentijd doen we het lekker met Team of the Season, Dirkie Kuyt. Holy shit, 25k maar en check zijn stats, echt een zieke speler. Ik ga kijken hoe die voor mij speelt en we komen er vanzelf achter, hè. Nu hebben we ook eindelijk iemand die we gewoon vast op rechts voor kunnen zetten. Ik weet niet of hij zo full chemistry krijgt. Dat krijgt hij al, maar ik zal hem alsnog even naar rechts voor zetten als ik daar toevallig een kaartje voor heb. Oké, nou hebben we ons tegenstander gevonden. Hij heeft de Youth Tournament Award. Betekent al dat het wel een enigszins redelijk speler is, gezien hij dus in staat was om dat toernooi te winnen. Daar komt alleen nog Youth bij, dus dat is jammer. Maar we hebben de bal weer. Bakary Sanja verprutst hem. En we geven hem voor op dat koppie van iemand. Dirkie Kuyt komt dan met zijn hoofd. Maar hij kan er alleen net met dat heel erg nuchtere Nederlands koppie niet de bal erin koppen. Ziyech. Ziyech doet je ding. Ziyech doet zijn ding. Hij scoort. Op precies de 10e minuut scoort hij de 0-1. Hakim Ziyech weer eens belangrijk voor ons team. Samen met Jansen. Toch wel een van de smaakmakers van het elftal. En zo moet het even voort gaan zetten. Dit is een belangrijke bal kan dit zijn. Op naar Vincent Jansen. Robert Juve kan hem niet bijhouden. Maar Jansen is on the hunt. Hij is op zoek naar een mannetje die hij kan vinden. Dat lukte dan vervolgens niet. Kajoub, Kazashvili. Nou, Kazashvili, peren maar. Kazashvili, harder kan erin schieten. Het is de 0-2 op een fenomenale wijze. En zo staan we weer vroeg aan de wedstrijd al best dik voor. Oh shit, dit gebeurde zomaar. Oké, lekker. Kazashvili, Dirkie, knallen maar Dirkie. Oh, de keeper kan er net bij. En een rebound dan. In de rebound. Op assist van onze debutant. Dirkie Kuyt. Is het weer Ziyech met zijn zwakke been die de 1-3 erin schiet. En zo zijn we weer precies waar we waren. En daar ben ik heel erg blij mee. Niet voor heel lang. En hier komt Jeffrey Bruma. Jeffrey Bruma mist de sliding. En dan catcht de bal af. En dan is het 2-3. Holy shit. Niet te filmen dit. Echt vol op zijn hoofd. Oké, is dit onside? Is het onside? Het maakt niet uit, want hij komt er toch bij met keeper. Maar er is 5 minuutjes volhouden nog. 5 minuten maar. En helemaal als hij deze bal nu zo weggeeft en wij een goal scoren, is het voorbij. We hebben de tweede wedstrijd in Divisie 1 ook gewonnen. Tenzij nu of mijn internet eruit vliegt door de bliksem, of ik echt heel erg veel down ga kweken. En hij gaat lopen met zijn keeper. Maakt het nog uit voor hem. Ik heb liever eigenlijk dat hij de bal gewoon verprutst. En dat ik gewoon zomaar doe. Volgens mij zit zelfs buitenspel. En hier komt anders nog Dirkie Kuyt. Prima, hij scoort en maakt een assist op zijn debuut. Beter kan het niet zijn. Deze man wist ook niet wat hem overkwam toen hij tegen Rood de Eredivisie kwam. Dat rijmt. Noem mij Sherlock Holmes. Die totaal ook niet kan rijmen, want natuurlijk is dat Shakespeare. Maar we hebben deze wedstrijd gewonnen. We gaan nog 1 teampje bouwen waarmee we in de volgende wedstrijd gaan spelen. En dat zal in de volgende aflevering zijn. Maar dat team, dat is een heel leuke. Wij gaan namelijk FC Twente maken. Van Twente hebben we alleen Ziyech. Waarschijnlijk hoor je nu al de regen op de achtergrond. We gaan even alle spelers kopen nog die daar omheen moeten. En jullie zien vanzelf hoe het team eruit ziet. Dan beginnen we lekker met Gerson Cabral. Ook de enige op de markt. Dus daar heb ik op dat gebied best wel geluk mee. We gaan zien of dit onze andere Hasselbaink wordt. We hebben Ede van Duitsland. Nee, 89 pace, niet 99. Alsnog heel erg snel. We hebben hier nog Mokotjo. Op zich een heel erg prima CDM die ik echt wel kan gebruiken in mijn team. Want ik wil een paar van die verdedigende spelers hebben. En dan ook nog samen met hem hebben we Filippo Gutierrez. Tesker voor 550 coins. Net eigenlijk over waar ik hem weer voor wilde kopen. Maar 550 is nog net te overzien. Schilder dan op linksback. Niet de snelste, maar voor de rest zijn zijn stats wel erg goed. De tweede is Marsman. 1000 coins. Best veel eigenlijk voor een keeper. Dan is dit het team. Want zijn spits natuurlijk minder, want die was bijna niet te vinden. Ook is Tapia getransfereerd. Ik kan hem niet gebruiken. Ook al is het middenveld best prima. In de volgende aflevering ga je zien hoe wij gaan presteren met FC Twente. Nogmaals, als je de video niet geliked hebt, doe dat dan nu nog. En abonneer als je het niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende video van Road to Eredivisie. Dus later mensen.